In Suriname eindigt 1 op de 5 zwangerschappen in ongunstige geboorteuitkomsten. De baby's worden dan dood of te vroeg geboren. Dit is de reden waarom de stichting Perisuur, Perinatale Interventies Suriname, vandaag een website heeft gelanceerd. De stichting hoopt hiermee de samenleving makkelijker van goede informatie te voorzien. Het relatief hoge aantal dood- of vroeggeboorten vraagt namelijk om een dringende aanpak. Stichting Perisuur is in 2015 officieel opgericht. Het perinatale interventiesproject wordt in 3 ziekenhuizen uitgevoerd, te weten het Sint-Vincentius ziekenhuis, het Diakonessenhuis en Slans Hospitaal. Het project Perisuur houdt zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van een educatief programma gericht op voorlichting over ongunstige geboorteuitkomsten. Verder is er een zwangerschapsboekje uitgegeven. In dit kader heeft de Rotary Club Paramaribo Residence, tezamen met de Rotary Club van Leiden in Nederland, een voorstel voor het Perisuur Rotary Global Grant project ingediend bij de Rotary Foundation. Volgens de verloskundige Griselda Vliet richt het project zich op het bevorderen van gezonde zwangerschappen en een gezonde start van de pasgeboren baby's. Bij Samen Zwanger komen de zwangere vrouwen in 10 groepsessies bijeen, waarbij ze gezamenlijk onder begeleiding, samen met de verloskundige, alles dat nodig is, alles wat ze moeten weten over hun zwangerschap, de geboorte, alles daaromheen met elkaar delen. Dat gebeurt dan in 10 sessies. Van 9 ze als zwangere bij elkaar komen en de 10e als moeder, als kraamvrouw bij elkaar komen en dan hun ervaringen delen. Verloskundige Griselda Vliet. Ze vertelde over het zwangerschapsboekje. De Rotary Foundation heeft het project goedgekeurd voor $45.000.